Wat leuk, ik zie al mensen binnenkomen. Welkom bij het webinar over talent in ontwikkeling. De teller loopt nog eventjes op, dus dat is fijn. Dus we wachten even tot iedereen aanwezig is. Maar misschien alvast leuk om in de chat te zetten wie je bent en wat je graag zou willen te weten komen vandaag. Dus ja, wie ben je? Wat brengt je hier? Dat vind ik alvast wel leuk om in de chat terug te kunnen lezen. Op het moment dat we nu eventjes aan het wachten zijn op iedereen. Nou, ik zie nog steeds mensen binnenkomen, dus dat is fijn. Wie ben jij en wat wil jij vandaag in talent in ontwikkeling graag te weten komen? Want daar gaan we het vandaag natuurlijk over hebben op deze Nationale Sollicitatiedag. Dus leuk dat je er ook bij bent. En ik begreep dat er al een aantal webinars zijn gegeven. Wie weet, ben je daar ook al bij geweest of is dit je eerste? Maar welkom in ieder geval en leuk dat je deelneemt. Nou, we hebben vanaf 3 uur, drie kwartier de tijd. Oh, ik zie ook al dat jullie willen je laten verrassen over dit onderwerp. Nou, dat moet helemaal goed komen, want dit is het onderwerp waar ik het heel graag over heb in ieder geval. Dus, brand maar los met vragen op het moment dat die er zijn in de chat. Die proberen we natuurlijk ook allemaal te behandelen. Nou, aangezien het tijd is, ga ik gewoon beginnen. Mochten er nog deelnemers komen, dan zien we dat vanzelf. En ik ga gewoon beginnen. Voordat ik begin, wil ik even mededelen dat ik jullie niet zie en dat ik mezelf niet zie. Niet dat ik dat heel graag wil hoor, maar dat voor mij even een nieuwe manier van presenteren is. Dus weet dat en ik hoop dat jullie mij willen laten weten in de chat op het moment dat ik te snel ga of te hard praat of te zacht of dat ik te snel er doorheen vlieg. Laat het me alsjeblieft weten, want dan kan ik tussentijds nog bijsturen in plaats van achteraf. Welkom bij dit webinar over talent in ontwikkeling. Dat is hetgeen waar we het vandaag over gaan hebben. En voordat ik eigenlijk echt ga beginnen, wil ik aan jullie vragen wat voor jullie talent is. Want als ik zeg talent, wat is dat dan voor jou? Ja, hoe zie jij dat? Hoe zet jij dat in? Wat is talent? Willen jullie dat in de chat zetten? Want ik heb daar natuurlijk een idee over, maar ben ook benieuwd of de neuzen al dezelfde kanten op staan. Even kijken, natuurlijke bijdrage. Ja, mooi. Iets wat je leuk vindt, maar tegelijkertijd ook goed kan. Ja. Iets waar je goed in bent. Ja. Nou ja, leuke reacties. Ik het allemaal mee eens, overigens. En in die zin is er natuurlijk ook geen waarheid wat talent is. Maar voor mij en hoe wij hem inzetten binnen Modok, waar ik je zo wat meer over zal vertellen, is talent inderdaad een unieke gave. Talent is iets wat je natuurlijk afgaat. En daarom lijkt het ook vaak zo vanzelfsprekend dat we talent hebben. En zie je dat niet eens altijd als een talent, maar als een vanzelfsprekendheid. Maar op het moment dat je met je talent bezig bent, dan merk je dat het je inderdaad natuurlijk afgaat en je zelfs je batterij oplaadt. En dan weet je dat je met je talent bezig bent. En dat is wat ik je gun, om daar nog meer van in te kunnen zetten. Voor jezelf, voor wellicht je loopbaan. Want het is nou eenmaal Nationale Sollicitatiedag. Dus ik ga er even vanuit dat het ook werkgerelateerd is. Maar ook voor privé kun je dit natuurlijk heel mooi inzetten. Dus laten we verder van start gaan. Wie ben ik nou eigenlijk? Nou, ik ben Nina Kuiper en samen met mijn collega Celine hebben we dit webinar verzorgen wij. Celine gaat zich zo ook nog eventjes aan jullie voorstellen en wat haar rol vandaag is. Maar ik ben talentcoach binnen Modok. Wat ik doe is, ik spreek met de collega's intern bij Modok over hun talentontwikkeling, waar ze goed in zijn, waar ze in willen groeien, hoe ze nog beter hun werk kunnen uitvoeren. Dat is waar ik me heel graag mee bezig hou met hun, maar ook voor de werkgevers in ons netwerk. Dus ook extern zet ik dit in met een stukje coaching of training, managersbegeleiding of leiderschapsstijlen. En dat is wat ik richting onze werkgevers op het gebied van HR-advies kan doen. En mijn visie op talent is wel veranderd de afgelopen jaren, als ik heel eerlijk ben. Want ik was altijd bezig met hetgeen waar ik nog niet zo goed in was, beter maken. Maar ik heb mogen leren, en dat gun ik jullie ook, en ik hoop dat je dat al weet of hebt, maar anders bij deze, dat als je je bezighoudt met jouw talent, dat je veel meer in je kracht komt te staan. Weet waar je goed in bent, maar ook weet waar je dus niet goed in bent.
daar eerlijk over bent, zodat je meer focus aanbrengt op wat al goed gaat en wat nog beter kan. Zodat die 8 misschien wel een 9 wordt in plaats van die 6 en 7. Ook prima, maar dat is mijn visie op talent en hoe ik daar heel graag mee bezig ben. Céline, zou jij je misschien ook eventjes willen voorstellen wie jij bent en wat jij hier doet? Ja, zeker. Dankjewel. Ja, ik ben Céline Jong en ik ben momenteel HR-afstudeerstagiaire binnen Modok. Bijna klaar met mijn stage, waarin ik me bij mijn scriptie ook echt heb gericht op talentmanagement. Hoe dat binnen Modok wordt vormgegeven, hoe we dat kunnen verbeteren. Dus vandaar ook dat ik bij het thema talentontwikkeling vandaag aansluit bij het webinar samen met Nina. Daarin zal ik ook wat voorbeelden geven over mijn eigen ervaring, hoe Modok, maar ook ikzelf en met de begeleiding van Nina, hoe mijn talentontwikkeling echt vorm heeft gekregen. En daarin heb ik echt positieve begeleiding vanuit Modok ervaren voor mijn eigen, het ontdekken van mijn talenten, het investeren van mijn talenten en ja, hoe ik dat nu in mijn persoonlijke gevoel ervaar. Daarnaast heb ik ook een aanbod gekregen vanuit Modok. Dus daarin investeren ze ook echt in jong talent. Om hier verder te mogen gaan werken na mijn diploma behaald te hebben. Mijn visie op talent is inderdaad heel erg dat het bijdraagt aan je eigen energie, aan je eigen gevoel. Dat wanneer je in je kracht staat en iets doet waar jij goed in bent, dat dat echt je talent is en daarin uitblinkt ten opzichte van anderen. En dat je lekker in je vel zit en gelukkig bent in de vaardigheden, krachten, ambities die je hebt. En ja, dat is iets wat je kan ontdekken, dat er iets is wat je kan ontwikkelen. Maar dat je vooral iets doet waar jij zelf blij van wordt. Dat is mijn visie. Mooi, ja, dat is mooi om te horen, Céline. En wat is jouw bijdrage vandaag aan het webinar? Ja, ik ga vandaag ook wat persoonlijke voorbeelden met jullie delen over hoe ik mijn eigen talentontwikkeling heb ervaren, hoe ik dat heb vormgegeven. En daarnaast heb ik ook de leiding over de vragen die jullie stellen. Mochten het vragen zijn die aansluiten bij de onderwerpen waar Nina het over hebt op dat moment, dan ga ik die met jullie beantwoorden. Zijn het wat lossere vragen, dan antwoord ik ze privé naar jullie. En anders beantwoorden ze aan het einde van het webinar met jullie. Dus ja, vandaag. Ja, super. Dankjewel, Céline. En inderdaad, aan het einde is er dus nog ruimte voor algemene vragen of privévragen uiteraard. Céline beantwoordt die tussendoor, houdt de chat goed in de gaten. Dus mochten er dingen zijn, zet ze erin en dan komen we daar bij je op terug. Helemaal goed, gaan we door. Nou, wat gaan we vandaag behandelen? Nou, heel even kort meenemen. Wie is Modok? Wat doen wij nou eigenlijk? En daarna het belang en effect om bezig te zijn met jouw talent, want daarom zitten we hier. Ik ga er dus even vanuit dat je daar al over hebt nagedacht, maar nog niet, dan in ieder geval onze visie daarop. Jouw talent in ontwikkeling, waar we het natuurlijk graag vandaag met jou over willen hebben. En daarnaast wil ik jullie meenemen in hoe kun je dan, op het moment dat je dat duidelijk hebt voor jezelf, dit verbinden aan een volgende stap of aan je eerste stap in je loopbaan. Hoe maak je dan een goede keuze? Daar zou ik je nog wat graag handvaten voor willen geven. En helpen we je daarmee uiteraard graag. Modok. Modok bestaat inmiddels 11 jaar en is opgericht door moeder en dochter, Linda en Marja. Linda staat aan het roer en we hebben nu 2 vestigingen in Tholen en in Etten-Leur. En uiteraard werken we ook veel vanuit huis momenteel. Wat doen we? We geven een stukje HR-advies richting de werkgevers in ons netwerk in Zeeland en West-Brabant. En daarnaast ook recruitment. Dus wij begeleiden professionals, young professionals, naar een vaste baan bij de werkgevers in ons netwerk. En geven daarnaast dus ook HR-advies op het gebied van een stukje goed werkgeverschap. Hoe wij dat in ieder geval zien en proberen we dan op maat te maken voor de werkgever waar we mee dan in gesprek zijn op de organisatie. We vinden onszelf een carrièremaker en daarnaast besteedt Linda in dit geval veel aandacht en focus aan talentmanagement. En daar ben ik dan het levende bewijs van, want ik ben nu dus talentcoach binnen Modok, naast de managers die wij hebben zitten. Dus dat is even in het kort wie wij zijn als Modok en wat wij doen. En waarom wij dus ook daar vandaag graag iets met jullie over willen delen over dit onderwerp. Wat is nou eigenlijk het belang en effect van talentontwikkeling? Nou, nogmaals, ik ga ervan uit dat je met een reden hier zit. Maar uiteindelijk, waarom wil je dat? Waarom doe je dat? Omdat enerzijds is het natuurlijk voor jezelf heel fijn om te weten waar je goed in bent. Zodat je dat verder kunt uitbouwen en ook daar op basis daarvan je loopbaankeuze kunt bepalen. Maar daarnaast maakt het je ook onderscheidend ten opzichte
opzichte van andere sollicitanten of andere werknemers in een organisatie. Dus hoe beter jij dat weet, hoe makkelijker, denk ik, jouw loopbaanpad naar jouw wens, zeg maar, gevolgd kan worden. Nou, wat is dan het effect wat wij zien gebeuren, ook vanuit onderzoeken, is dat op het moment dat jij richt op talentontwikkeling en een organisatie dat ook doet, dus daar kun je natuurlijk ook op letten. Jij bent er nu persoonlijk mee bezig, maar hoe mooi is het om in een organisatie te werken of te zoeken die daar ook hetzelfde over denkt als jij? Want dat betekent dat jij uiteindelijk persoonlijke en professionele kwaliteiten dus ontwikkelt. En onderzoek wijst dus echt daadwerkelijk uit dat een stijging van het werkgeluk laat zien. Meer bevlogenheid. Het geeft meer voldoening en betrokkenheid. Dus dat zijn natuurlijk wel elementen waarvan je zou kunnen denken, hé, daar wil ik wel wat mee. En voor een werkgever, nou, de organisatieprestaties gaan omhoog. Sales verbetert, klantvriendelijkheid gaat omhoog, zelfs minder veiligheidsincidenten. En uiteindelijk, als jij natuurlijk nu op zoek bent naar een baan of een andere baan, of wat jouw motivatie nu ook is, je concurrentiepositie verbetert wel. Dus dit zijn de belangen en effecten van talentontwikkeling, hoe wij die zien en ervaren. Céline, vertel eens wat over de black box. Ja, mijn microfoon moet wel aanstaan natuurlijk. Ik wou zeggen. Ja, black box. Hoe eigenlijk dit model binnen mode wordt vormgegeven en hoe ik hem persoonlijk heb ingevuld. Je ziet het stukje input, dan in de box gebeurt er van alles en dat zorgt voor een bepaalde output. Nou, hoe ik dat richt op mijn talentontwikkeling is, ik investeer in mijn talentontwikkeling door een training te volgen, coaching, podcasts te luisteren. Ik heb een eigen blog geschreven over talentontwikkeling. Zoals ik al zei, mijn scriptie ging over talentmanagement. Daarin vind ik het heel erg interessant om bepaalde tijdschriften of boeken te lezen. Nou, ik heb mijn coachgesprekken met Nina en mijn begeleider binnen Modok. En al die elementen dragen er eigenlijk aan bij dat ik meer leer. Oké, wat zijn mijn talenten? Hoe kan ik deze het beste benutten? En wanneer sta ik in mijn kracht? En al deze input zorgt bij mij voor een bepaalde mate van output. Wat er bij mij voor zorgt dat ik me energieker voel. Dat ik weet, oké, wat zijn mijn talenten? Maar ook wanneer voel ik een bepaalde valkuil horende bij de talenten aankomen. En wanneer doe ik echt wat ik leuk vind en haal ik daar het allerbeste uit? En ja, dat is dus door het input gestuurde, weet ik nu hoe ik het output moet invullen. Dus dat is eigenlijk wat de blackbox in mij voor jou inhoudt. Ja, mooi. Nou, dankjewel voor je voorbeeld, Céline. Ik hoop dat het daarmee wat verduidelijkt. Ik wil even doorgaan naar een poll. Want wat doe jij momenteel aan talentontwikkeling? Daar ben ik wel eventjes benieuwd naar. En dan ga ik de poll even aanzetten. Even kijken. Daar gaat-ie. Is dat inderdaad, zoek jij inspiratie online door middel van inderdaad een blog te lezen, op social media te kijken, een podcast te luisteren? Ga jij in gesprek met vrienden en familie? Volg jij webinars of trainingen? Of ben je er nog helemaal niet zoveel mee bezig en is het de eerste keer dat je er überhaupt wat mee doet? Of zijn het andere dingen? Wat doe jij momenteel al aan talentontwikkeling? Daar ben ik benieuwd naar. Even kijken hoor, de antwoorden stromen binnen, dus er wordt nog wat verschoven. Even kijken, hij schiet. Oh ja, wat ik zie is dat. Hij blijft nog even doorgaan. wat ik zie is dat 57% volgt webinars en trainingen. Nou, dat is dit dus het levende voorbeeld van. Dus dat is wel weer heel leuk dat als hoogste eruit komt. En op de tweede en derde plek staat eigenlijk inspiratie online. En ik ben er nog niet zoveel mee bezig. Dus dat zijn de antwoorden. En daarmee ga ik hem ook afsluiten. Dank jullie wel. Ik zag nog een antwoord ook bij de vragen binnenkomen. Ja. Ook wel erg, ja. Het antwoord podcast kwam daar ook nog naar voren. Wat bij ons inderdaad online inspiratie, daar valt hij ook onder. Maar podcast is inderdaad een nieuwe trend, helemaal van nu. Dus inderdaad ook een goede vorm van inspiratie. Leuk, en dan ben ik dus benieuwd of jullie de podcast van Modok toevallig ook al hebben geluisterd. En dit is geen reclametje, maar die gaat toevallig wel de eerste twee afleveringen over talentmanagement. Wel meer gericht op de werkgevers, maar ik merk dat werknemers hem ook luisteren om toch even te horen van hey, hoe kijken wij daar als Modok zijnde naar. Dus wil je een podcast luisteren over talentmanagement, dan weet dat wij die onlangs hebben gelanceerd. Nou, we gaan door.
jouw talent in ontwikkeling. Want daar hebben we het vandaag over en daar willen jullie als het goed is wat meer over weten. Om je talent te ontwikkelen zal je eerst moeten weten wat jouw talent daadwerkelijk is. Wie weet, weet je dat al en ben je daar al heel bewust mee bezig. Maar aangezien ook al een aantal van jullie hebben aangegeven dat ze er nog niet zoveel mee bezig zijn, denk ik dat het toch goed is om te beginnen bij het begin. Wat is jouw talent? En maak het ook niet zo groot als dat het soms klinkt. Want een talent is dus jouw natuurlijke aanleg. Dat gaat vanzelf. Vaak is het dus voor jou heel vanzelfsprekend, terwijl een ander denkt, hey, maar dat, wat fijn dat jij dat kan, want ik kan dat helemaal niet. Terwijl dat voor jou gewoon zo normaal is als het maar wezen kan. Dus begin bij begin. Hoe kan je daar nou achter komen? Nou, wat wij bijvoorbeeld binnen Modok gebruiken en richting ook ik als vertrekpunt ook in mijn coaching eigenlijk altijd inzet, is een online assessment. Waarom? Omdat je door een aantal vragen in te vullen al een rapport krijgt met jouw talenten. Ook je valkuilen, want uiteraard horen die er ook bij. Het is niet alleen maar roze geur en maneschijn, maar vooral jouw talenten. En gaaf is om te zien dat 9 van de 10 zich daar dus ook in herkent. En denkt, ja, maar dit ben ik en dit herken ik en dit is wie, ja, inderdaad. Maar om het zelf te benoemen is vaak wel iets moeilijker dan dat je terugleest van, oh, is dat een talent? Ja, dat is een talent. Dus dat zetten wij vaak in. Nou, wat kun je nog meer doen? Want uiteraard zijn er weer meerdere wegen die naar Rome leiden. Nou, een training of cursus volgen. Eigenlijk zie ik dat ook een beetje wat jullie nu aan het doen zijn. Als een manier om je talent te ontdekken en hiermee bezig te gaan. Coaching kan je natuurlijk volgen. Er zijn ook loopbaancoaches, cursussen. Nou, we hebben bijvoorbeeld zelf een Instagram cursus gelanceerd om daarachter te komen. Zo zijn er meerdere manieren om daarachter te komen. Maar wil je meteen na dit webinar hiermee aan de slag, dan zou ik zeggen, pak een vel papier of open een Word-bestand en ga nou gewoon eens eventjes neerzetten wat jij als jouw talenten ziet. Je hoort dat heus wel eens terug van anderen of hebt zelf echt wel ervaren van, hey, dan zit ik helemaal in mijn flow en dan, ja, dan laat ik helemaal op als ik daarmee bezig ben. En sla hem plat, maak hem niet heel groot. Het kan hem zitten in het feestje wat jij altijd organiseert op het moment dat er iets georganiseerd überhaupt moet worden. Of het voetbaluitje wat jij initieert. Of de borrel. Of maar wat dan ook. Het kunnen allerlei kleine facetten zijn die van jou dus vanzelfsprekend zijn, die jij in je talentenwolk neerzet. Schrijf ze op en je zal zien, want ik geloof me, jij hebt heel veel talenten. Je zal zien dat het er heel veel zijn en dat je zelfs kunt kiezen waar jij verder mee aan de slag wilt. Dan kun je ook hem nog verder uitbouwen door er een SWOT-analyse van te maken. Dus je sterktes, maar ook je zwaktes in te zetten. Zodat je daarin ook goed overzicht hebt van, oké, waar moet ik dan op letten? Je kansen en je bedreigingen. Dan maak je hem net even wat uitgebreider voor jezelf. Zodat je nog beter beeld krijgt van waar jij goed in bent en waar je ook wel voor moet waken. Want ja, we kennen het allemaal. Iets waar je heel goed in bent, waar we te voor kunnen zetten, kan dus omslaan in een valkuil. En daar willen we natuurlijk zo min mogelijk terechtkomen en zoveel mogelijk in jouw talenten blijven zitten. Want dat geeft gewoon het meeste energie en power. En als je het nou echt niet weet, ik kan het me niet voorstellen, maar als je het nou echt niet weet, vraag het dan aan een ander. Want geloof me, anderen weten dit, kunnen dit zo voor jou uitspreken, kunnen dit zo benoemen. Vraag het aan anderen. Heel interessant om vanuit verschillende invalshoeken te horen hoe zij dat zien bij jou. Maar wat ik je dan wel wil meegeven is, blijf kritisch over wat jij zelf vindt. Blijf kritisch. Want iemand anders kan vinden dat jij dat heel goed doet. Maar jij kan wel denken, nou, ik vind het niet per se heel leuk om te doen, maar ik doe het wel meestal. Dus wees daarin gewoon heel kritisch. Dit zijn een aantal elementen die je kunt inzetten om in ieder geval achter jouw talent te komen en daarmee dus focus aan te brengen in waar je goed in bent en dus jouw talent te laten ontwikkelen. Want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En dat is echt zo. Dus dit geeft hopelijk wat handvaten. Ik ben even benieuwd of hier ook concreet al vragen over zijn. Omdat dat natuurlijk ook het onderwerp is van de hele webinar. Dus ik ben even benieuwd of hier... Ik heb nog geen vragen specifiek binnen zien komen Hierop aansluit. Nee, oké, top. Dan ga ik gewoon door. En mochten er wel vragen zijn, dan zet ze in de chat. En anders kunnen ze ook nog uiteraard na afloop.
Want ik ben benieuwd, focus jij je vooral op wat goed gaat of op wat niet goed gaat? Dus ik ga weer even de poll aanzetten. Focus jij je vooral op wat goed gaat of op wat niet goed gaat? Dus focus jij je vooral op je talenten of misschien wel op je valkuilen? Waar ben jij het meest mee bezig? Ik ben benieuwd waar jullie dan waar de meeste aandacht naar gaat. Ik zie al een verschilletje. Ja. Oh nee, hij deinst toch weer terug. Oh, allebei zie ik al terug. Nou, ik denk dat allebei. Ja, dat is natuurlijk ook nog een uitkomst die je kunt benoemen. Want het is niet altijd zwart of wit natuurlijk, hè? Maar vooral, we hebben het over vooral. Waar focus jij je vooral op? Oh, dit is wel interessant. De uitkomst is 50-50. Oké, nou dat is grappig. Oké, dus nou ja, en dat zegt misschien ook het antwoord in de chat, zie ik allebei. Het is natuurlijk ook wat ik zeg, niet zo zwart-wit. Het is niet of het een of het ander. Maar ik heb zelf wel mogen ervaren, ik ga hem even afsluiten. Ik heb zelf wel mogen ervaren dat op het moment dat je je meer richt op wat al goed gaat, vanzelf het wat niet goed gaat, kleiner wordt. Of in ieder geval heb ik daar zelf minder last van. Nou, dat is toch ook al wel lekker. Dus dat is in ieder geval mijn eigen ervaring daarmee. Maar jullie hebben 50-50 aangegeven. Want we zijn zo gewend om te onderzoeken wat er niet goed gaat, dat we over het hoofd zien wat er eigenlijk allemaal al wel goed gaat. En ik zou het mooi vinden om je dat mee te geven vandaag. Om je te gaan richten op de dingen die goed gaan. Waarom? Nou, wat ik net eigenlijk al aangeef, op het moment dat je dat doet, dan kan het niet anders dan dat zich dat gaat ontwikkelen en dat je daar beter in wordt. En dat je dus ook meer plezier daarin gaat ervaren. Nou, kijk bijvoorbeeld naar een topsporter. Iemand die goed is in voetballen, die wordt alleen topsporter op het moment dat daar focus naar uitgaat. De juiste mensen om zich heen verzamelen. Voeding, slaap, training, discipline. Maar op het moment dat diegene niet zo goed is in wiskunde, en als ik kijk naar het schoolsysteem, is dat natuurlijk wel hetgeen waar we, ja, wat niet goed gaat, moet je toch echt wel beter in worden. En daar alle aandacht naar uit zou gaan, dan zal diegene geen topsporter worden. En dat is eigenlijk waarom ik dit onderdeel zo belangrijk vind als we het hebben over talent. En dat verder te willen ontwikkelen. Je zit hier niet voor niks, dus je wilt dit verder ontwikkelen. Maar neem dit mee daarin. Neem dit mee. En ik weet, bij heel veel zie ik dat gebeuren. En bij mezelf heel eerlijk ook heel lang, is dat. Dat wel gebeurt. Dat we heel erg kijken naar wat niet goed gaat. En om dit dus bewust in te gaan zetten, heel simpel, desnoods dagelijks of wekelijks, maar je zal het jezelf bewust moeten gaan maken om dit eigen te maken. Schrijf voor jezelf op wat er allemaal goed is gegaan. Want het is niet zo vanzelfsprekend als dat we soms denken. Of in ieder geval voor anderen niet, voor jou misschien wel, maar schrijf ze op, maak ze bewust en ga focussen op wat er allemaal goed gaat. Dat wou ik je even meegeven. En Nina, misschien wel leuk voor de deelnemers. Als jij kan vertellen, hoe investeer je eigenlijk tijdens jouw coachgesprekken in het focus op wat er goed gaat en in iemands talenten? Hoe geef je dat vorm? Hoe ik dat doe? Ja, hoe focus jij op datgene wat echt goed gaat en hoe investeer jij daarin? Nou ja, wat ik in de coachgesprekken dus heel vaak merk, is dat we ook de neiging is om het te gaan hebben over de dingen die dus niet goed gaan. Nou, Celine, je zal dat zelf ook kunnen beamen. Soms dan, dit vond ik eigenlijk niet fijn, dit wil ik veranderen. Maar we pakken altijd terug, we beginnen ook het jaar met de talenten van ieder inzichtelijk maken, door inderdaad de online assessments en door talententesten te maken, door het gesprek aan te gaan, door spiegel voor te houden, hoe ik het zie bijvoorbeeld, of de manager. Dus we hebben die talenten al inzichtelijk gemaakt. Dus elke keer als ik merk dat we te veel neigen naar de andere kant, pak ik weer terug naar, hé, maar even terug naar de basis. Waar ben je nou eigenlijk goed in? En wat gaat er nou eigenlijk allemaal al wel goed? En wanneer sta je nou het meest in je kracht? In plaats van, oh ja, maar dat project, dat ging sowieso goed en dat is toch vanzelfsprekend. Nee, maar wat ging er dan goed en waarom? Dus zo probeer ik de collega's en werknemers aan te zetten om daar wel continu naar te blijven kijken. En daarom geef ik nu ook als tip mee om dat zelf toe te kunnen gaan passen. Schrijf ze op, want dan ga je jezelf bewust maken.
Want uiteindelijk kun je het ook zelf, heb je mij helemaal niet nodig. Oké, laten we doorgaan, want ik wil nog even een vertaling maken naar... Of was het antwoord op je vraag, Céline, trouwens? Ja, zeker. En ik kan hem helemaal beamen. Ik merk het zelf ook in mijn coachgesprekken met jou. Hè. Focus op datgene wat goed gaat. En er ontstaat een groeimindset waarmee je alleen maar stappen vooruit maakt en in je kracht staat. En tuurlijk, bij mij gaat het ook niet altijd perfect. Maar je merkt wel een groeilijn. Ja. En dat is heel mooi om te zien. Nou, dat is wel inderdaad waar wat je zegt. Want het kan natuurlijk nooit perfect gaan. De omstandigheden hebben we niet altijd in de hand. Maar hoe je daarmee omgaat en kijkt naar wat er wel goed gaat, dat hebben we in de hand. En dat vind ik dan mooi om mee te geven. Ja, precies. Dankjewel. Maar ik kan me voorstellen dat jullie ook benieuwd zijn naar hoe, als je je talent inzichtelijk hebt en je bent daarmee aan de slag gegaan en je hebt je zet je beste beentje voor, zeg maar. Wat kun je dan doen om ervoor te zorgen dat jij ook de juiste baan kiest? Want uiteindelijk, ik kan me voorstellen dat daar ook een behoefte ligt vanuit jullie. Hoe doe je dat? Eigenlijk begin ook weer, net als met je talenten, bij het begin. En wat ik merk is dat we geneigd zijn om te kijken naar een functie of een vacature. Dan gaan we zoeken. Nou, wat vinden we ervan? Wel of niet leuk? Nou, wel of ja, nee, eigenlijk niet. Maar draai het eens om. Ga eens kijken naar wat jij zo, wat jou zo sterk maakt. Wat jij wilt doen, wat jij leuk vindt om aan te gaan, in plaats van een vacature die toevallig wel of niet voorbij komt. Dus start met na te denken, los dus van die functietitels en los van die vacatures, na te denken over werkzaamheden die jij leuk vindt om uit te voeren. En als jij bijvoorbeeld nog geen werkervaring hebt, nou kijk dan naar stages of naar wat ik net aangaf, feestjes die je bijvoorbeeld georganiseerd hebt of schoolprojecten. Maar als je wel werkervaring hebt, dan kan je denk ik heel makkelijk opschrijven welke werkzaamheden jij leuk vindt om te doen. Waar je energie van krijgt, die altijd naar jou toe komen omdat jij ze zo leuk vindt om op te pakken. Schrijf die, nou, maak er geen talentenwolk van, maar maak er een loopbaanwolk van, of hoe je het ook wilt noemen. Maar schrijf die ook op. Schrijf alle werkzaamheden op die je leuk vindt. En wellicht is het ook wel interessant om op te schrijven wat je niet leuk vindt. Want we hebben allemaal taken, dat is even een aanname, maar ga heel even vanuit dat iedereen taken ook uitvoert die wat minder leuk vindt. Schrijf die ook op. Dat is ook interessant namelijk, want het is ook wel fijn om te weten wat je niet leuk vindt. Nou. Heel simpel dus. Schrijf op wat je wel leuk vindt en schrijf op wat je niet leuk vindt. En ga dan eens markeren of onderstrepen of omcirkelen, hoe je het ook wil doen. Welke werkzaamheden jou dan het meest aanspreken? Want uiteindelijk heb je heel veel werkzaamheden die je waarschijnlijk leuk vindt. Maar welke vind je nou het allerleukste? Want met talenten natuurlijk ook zo. Hè? Ga echt kijken waar wil ik focus op aanbrengen. Want je kan nou eenmaal niet alles tegelijk doen. En markeer die en schrijf die op voor jezelf. Wat zijn dat voor werkzaamheden? Want we hebben heel vaak verschillende dingen die we leuk vinden. Verschillende talenten, verschillende werkzaamheden. Maar betekent natuurlijk niet één baan, dat je daar alles dan in kwijt kan. En dat hoeft ook niet, maar laten we wel voor het meest mogelijk haalbare gaan. Markeer die werkzaamheden. Nou, die heb je dan duidelijk. En dan ga je voor jezelf na. Wat je belangrijk vindt in een organisatiecultuur. Wat vind jij belangrijk? Welke normen en waarden sluiten bij jou aan? Wat voor soort leidinggevende heb jij nodig om in je kracht te staan? En wat wil je dan wel en wat wil je dan niet? En welke collega's, wat voor soort collega's vind jij belangrijk om naast je te hebben zitten? Of wil je liever veel meer zelfstandig werken? Wil je een klein bedrijf of een groot bedrijf? En waarom dan? En ga daar echt eens even concreet over nadenken wat je daarin belangrijk vindt. Want dat is zo bepalend voor de keuze. Niet alleen de functie zelf natuurlijk. Dan heb je dat allemaal helder en inzichtelijk gemaakt. En vanuit daar kan je gaan kijken welke vacatures daarop aansluiten. En welke bedrijven daarin voorzien. En doordat jij met die bril op al kijkt naar je vacature of je bedrijf, kan jij veel makkelijker je keuzes maken. En veel meer vanuit jezelf dan vanuit wat je toevallig komt aanwaaien. En dan, als je dat concreet hebt, dat gaat je echt helpen in de zoektocht naar een baan. Omdat je dat dus ook kan benoemen. Dus op het moment dat jij LinkedIn verandert of in je sollicitatiebrief of in je sollicitatiegesprek zelf, kun jij benoemen wat jij
wat jouw talenten zijn, wat jij leuk vindt om te doen, wat jij minder leuk vindt om te doen en wat jij nodig hebt van de organisatie. Hoe fijn is dat om dat in een gesprek te kunnen benoemen, want de andere partij kan aangeven of ze daaraan kunnen voldoen. Want ja, ik vergelijk het een beetje met daten. Kijk, als jij je beter voor probeert te doen dan dat je bent, dan gaat altijd uitkomen. Dus wees eerlijk over wat jij belangrijk vindt. Als de andere partij dat ook doet, dan kan je samen kijken of dat de beste verbinding is voor de langere termijn. Want niemand heeft er iets aan als we alleen maar voor korte termijn bezig zijn. Kost tijd, energie en geld. Dus laten we dan kijken samen of dat de beste match is en zo niet. Even goede vrienden en zowel, dan weet je vooraf al veel beter waar je aan toe bent. En vooral in deze gekke, krappe arbeidsmarkt natuurlijk, denk ik dat het helemaal belangrijk is dat een sollicitant daar heel open en eerlijk over is, want die heeft daarin ja, vaak ook natuurlijk ook wat meer keuze. Maar uiteindelijk is het een wisselwerking, moet het win-win zijn en moet je elkaar aanvullen en versterken in plaats van zwakker maken. Dat is eigenlijk ja, mijn verhaal en wat ik jullie ja, in het kort proberen toe te lichten om je in ieder geval iets mee te geven over dit onderwerp. Om je op weg te helpen, om ervoor te zorgen dat jij hopelijk stappen kunt maken richting jouw ideale baan. Richting het benoemen van waar je goed in bent, wat je belangrijk vindt. Want alleen dan kunnen anderen daar ook iets mee. En zal jij hopelijk steeds meer in je kracht komen te staan en meer in die flow terechtkomen die ik jou gun. Ik mag die zelf ook dagelijks ervaren. Dus ik weet dat het kan en ik weet dat het mogelijk is. En ik hoop je vandaag dus daarin iets meer mee te hebben mogen geven. En ik ben heel erg benieuwd, want we hebben tijd overgehouden voor vragen. Ja, welke vragen er zijn. Want ik kan me voorstellen dat dit, ja, dat maatwerk ook wel fijn is. Dus stel je vragen als je die hebt. Want ik kan ze nu nog beantwoorden. Uiteraard mag je ons ook altijd benaderen, maar nu heb ik de tijd om daar verder op in te gaan. Mooi, Nina. Misschien wel leuk om nog even een praktijkvoorbeeld te geven bij ook het verbinden van je talenten, hè, in het zoeken naar een loopbaan. Ja. Als ik dan vanuit mijn HR-bril kijk en mijn eerdere ervaring met sollicitatiegesprekken die ik heb gevoerd met kandidaten, dan vind ik het altijd zo krachtig en heel mooi om te horen wanneer mensen hun talenten, hun krachten echt kunnen delen met jou in een sollicitatiegesprek. Dus als ze zeggen, nou, dit zou mijn bijdrage in een team zijn. Dit kan je van mij verwachten in een samenwerking. Ik vind het soms fijn om even in mijn bubbel te zitten en te focussen. En ik vind die structuur fijn. Of juist, ik vind het fijn om resultaten te behalen samen. En dus als je dat op voorhand kan vertellen in een sollicitatiegesprek, ik denk dat je daarmee al een streepje voor hebt op mensen die ja, daar in ieder geval minder mee bezig zijn geweest. Mm-hmm. Dus gebruik de tips vooral die we hebben. Hè, natuurlijk in het teken van Nationale Sollicitatiedag vandaag. Gebruik de tips en neem ze mee op jouw eigen manier, wat bij jou past. En vul het ook op jouw eigen manier in jouw sollicitatiegesprek of in je motivatiebrief. Of ja, verkoop ze gewoon op jouw eigen manier. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, blijf dicht bij jezelf. En dat is dan ook wel eens wat ik hoor, is dat, dat we dan kijken naar hoe anderen het al doen. Hè? Dus bijvoorbeeld ook in een team, van ja, dat je kijkt van, oh ja, maar zo hoort het, dus zo doe ik het ook. Maar terwijl ik eigenlijk zelf bijvoorbeeld het anders zou doen als ik zelf de regie in handen had. En dat vind ik altijd zo'n eye-opener op het moment dat je kijkt naar het hele team en dat jij kijkt van, hé, maar dit ben ik en hier ben ik goed in en jij bent jij en jij bent daar goed in. Dat je samen kunt kijken, hé, wie pakt dan wat op? In plaats van, oh, dit is wat ik moet doen en ik doe het maar omdat het zo hoort. In plaats van, oké, maar dit zijn de werkzaamheden en wie pakt wat op? Want daar ben je goed in. Dat maakt het ook op de werkvloer zelfs nog. Dan trek je het helemaal door. Hè? Dus dat is even een doorstap naar als je eenmaal ergens zit. Hoe je dat nog verder kunt inzetten. Nog geen vragen binnengekomen? Nee. Nee? Nee, nog zijn geen er vragen? Vragen? Nou, dan ben ik heel erg benieuwd wat iedereen ervan vond. Dat zou je dat dan willen laten weten? Ja. En in de handout staat dus inderdaad ook een folder waarin we ook aangeven van wat je eventueel nog zou kunnen doen om dit verder voor te zetten via ons of via de middelen die wij aanbieden. Dus de handout kun je ook downloaden. En ik begreep ook dat die wordt gemaild. Dus daarin staat nog wat meer informatie.
Maar wat vonden jullie er dan van als jullie geen vragen hebben? Nou, dat is wel. Nou, oh leuk. Leuk, nou, dat is al fijn. Ja, dat is wel fijn. Gelukkig. Ja, ik ben wel benieuwd naar de respons, inderdaad. Ja, en ook wel heel erg benieuwd, denk ik. Hè, wat heeft dit ook bijgedragen in jouw verdere proces? In je zoektocht naar een nieuwe uitdaging? Of als je starter bent op de arbeidsmarkt, hoe draagt volgens jou het investeren in je talent bij aan die zoektocht? Daar ben ik zelf nog wel heel nieuwsgierig naar. Oh ja, dat is leuk. Ik krijg leuke reacties. Heel enthousiast gedaan, bedankt. Ja, enthousiast om hiermee aan de slag te gaan. Mijn talent. Ja, mooie eye-openers. Ga eerst uit van wat je zelf kunt en zoek een baan bij. Leuk en heel enthousiast gebracht. Dankjewel. Nou, wat een leuke reacties. Nou, super fijn. Ja, want waar ik ook mee begon, ik heb geen idee. Ik zie niemand. Ik hoor niemand. Ja, Celine dan af en toe even tussendoor. Leuke reacties. Van een 8 naar een 9 is veel leuker dan van, ja, inderdaad, is veel leuker. Ja. Doe waar je al goed in bent, nog beter maken. Ja, en dan hoe ik het zelf ervaar is, als je juist investeert in waar je al goed in bent, en ik zie het als twee balken, en je gaat dat omhoog brengen waar je al goed in bent, gaat dit vanzelf wel mee, omdat je in je energie bent en omdat je in je kracht staat. En ik merk het zelf, dan verhoogt je werkgeluk en je bevlogenheid en dat je je lekker vitaal voelt en lekker in je vel. En die energie is goed voor jezelf en goed voor je toekomstige of je huidige werkgever. Dus ja. Ja. Ja, ineens, ik zit er tussendoor alles te lezen. Er komt nu ineens van alles voorbij. Ja, maar, nou, super fijn. Ja, heel leuk. Heel leuk om terug te lezen. En goede tip ook, Celine, van het sollicitatiegesprek zie ik hier. Dus hebben jullie tips hoe je sommige sollicitatievragen kan beantwoorden? Of een voorbeeld hoe jullie ervaring hierover was? En heb je dan een voorbeeld over welke sollicitatievragen? Want ja, er zijn natuurlijk heel veel. Welke sollicitatievragen zou jij graag willen weten hoe je daar het best op kan antwoorden? Oh, deze vind ik, Celine, jullie zijn een mooi voorbeeld van wat jullie vertellen. Nou, dankjewel. Dit webinar kan inderdaad achteraf nog bekeken worden. Ik begreep dat hij ook nog gemaild wordt en hij komt online te staan. Dus je kunt hem gewoon terugkijken. Ja. En ik ben dus even benieuwd naar die sollicitatievraag. Kijk, ik kan daar natuurlijk wel even. Ik weet niet of degene die dat heeft. Mooi, dan kan het delen met onze collega's. Ja, kan je zeker doen. En zeker doen, ja. En mocht je feedback hebben of input voor een eventueel volgend webinar, want we blijven hiermee bezig, laat het ons alsjeblieft weten. Wij staan heel erg open voor feedback. En ook voor wat je goed vond en inderdaad wat er beter kon. Zodat we daar de volgende keer weer op kunnen inspelen. Ik zie niet degene die over de sollicitatie vragen. Ja, ik denk als ik er een eigen voorbeeld bij mag geven. Pak je maar even een voorbeeld. Ja, kijk, vanuit mijn HR-bril en hoe ik sollicitatiegesprekken heb ervaren, er zal altijd een vraag komen over, waar ben je goed in? Wat zijn je sterke punten? Dat zijn een beetje de standaardvragen die veelal in de gesprekken terugkomen. Ja. En dan is het super krachtig om te vertellen, als ik dan naar mijn eigen talenten kijk, een bepaald initiatief, vermogen, creatief, empathisch vermogen, maar toch heel nauwkeurig. Als je makkelijker kan vertellen waar jouw kracht ligt, dan kan de andere persoon aan de tafel ook denken, maar dit past wel of niet aan mijn team, of hier zie je kansen. En inderdaad, wat Nina zegt, het hoeft niet altijd 100% aan te sluiten bij een functietitel of bij alle eisen die in een vacaturetekst staan. Dit is vaak heel zwart-wit. Kijk verder dan alleen de tekst in de vacaturetekst. En ga het gesprek heel open aan. Ik vind dat de organisatiecultuur die jullie hanteren heel erg bij mij persoonlijk past. En ik zie mooie ambities. Dus inderdaad, gebruik jouw eigen inzichten om het gesprek open in te gaan. Om te vertellen waar jij goed in bent. En ik vind het altijd heel krachtig als mensen ook vertellen. Nou, ik heb bijvoorbeeld, als het een chaotische week is, dan zou dit een valkuil kunnen zijn. Ook dat benoemen maakt je juist heel krachtig in een gesprek. Ja, en dit helpt mij. Want uiteindelijk ben jij de enige die weet wat jou dan helpt op het moment dat je zo'n week hebt. En als een collega of een leidinggevende dat van jou al weet en ook al vooraf in een sollicitatiegesprek dus al besproken wordt, hoe fijn is dat eigenlijk? Je helpt jezelf
de collega, de leidinggevende, maar het bedrijf daar ook gewoon mee. Dus we denken altijd van, ik zie ook die vraag terugkomen van, als je dingen moet benoemen waar je bijvoorbeeld niet goed in bent, we denken dat dat meteen een zwakte is. Maar ik vind het juist heel krachtig als je dat van jezelf weet. Maar ook als je dus, je moet jezelf dus niet naar beneden halen. Dus enerzijds moet je dus weten waar je heel goed in bent. Zodat je ook heel duidelijk weet, hé, maar hier ben ik gewoon minder goed in. Ik kan het wel, want ja, ik bedoel, ik moet ook wel eens administratieve werkzaamheden verrichten. Die ik niet super leuk vind, maar die ik heus wel kan. Maar doordat ik dat weet, doordat ik dat ook kan benoemen, zijn er... En Celine bijvoorbeeld, die vindt dat wel leuk om te doen. Dus die kan dat gewoon van mij overpakken. Terwijl zij het leuk vindt en ik niet leuk. Maar als ik dat niet had benoemd, dan was dat dus helemaal niet aan de orde gekomen. Dan had ik dat een beetje, dan had ik dat maar gedaan, omdat het dan zo hoort. Dus ik denk het openbreken van, we moeten maar binnen al die kaders en richtlijnen werken, gaat je enorm helpen. En je gaat er dan dus ook wel achterkomen. Je kan dus ook een nee krijgen, omdat het dan niet bij je past. Maar dat is toch ook fijn om te weten. Dus kijk niet alleen van wat wil de ander horen. Maar kijk ook naar wat vind ik zelf belangrijk. Wordt heel vaak. Of ja, ik merk wel inderdaad dat ook doordat deze vragen nu worden gesteld. Ja, wat willen ze dan horen? Of wat zeg je dan? Blijf dicht bij jezelf. Jij weet het beste wie jij bent en wat het beste bij jou past. En uiteindelijk heeft de werkgever daar ook het meeste aan. En dus jijzelf ook. Ja, en dat is ook wat onze loopbaanadviseurs binnen Modok altijd heel erg meegeven in het proces. Als wij professionals of starters hebben die echt op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Doe wat je leuk vindt. Wees jezelf. Want inderdaad, het voorbeeld van Nina met het daten. Als je daar niet op voorhand eerlijk en oprecht in bent. Ja. Je zult ooit inderdaad ja, op je bek gaan, plat gezegd. Ja, en inderdaad, wat de vraag heb je ook. Ja, precies. En ik zie dan de vraag binnenkomen van waarom moeten wij jou aannemen en niet de buurman? Ook inderdaad zo'n sollicitatievraag. Ja. En juist op dat moment het benoemen van jouw krachten, jouw talenten, waar jij in uitblinkt. En dat hoeft altijd niet iets heel spectaculairs te zijn. Wat is jouw toegevoegde waarde? Waarom wil men met jou samenwerken? Wanneer je dat kan onderbouwen aan de hand van een talentenrol die je hebt gemaakt, aan de hand van een online assessment of een training of een webinar die je hebt gevolgd, die inzicht ervaringen. Ervaringen met vrienden of familie wat iets over jou zegt. Die inzichten zijn zo waardevol die je kan meegeven in een sollicitatiegesprek. Ja, en wat ik daar dus nog een goede Celine, en wat ik daar dus nog aan wil toevoegen. Misschien past die buurman inderdaad wel beter. Ja, dan moeten ze die aannemen. En dan past een andere baan jou beter. En zo mag je er ook naar kijken. En tuurlijk snap ik dat je dat antwoord niet wil geven. Maar om heel even plat te slaan waar we het over hebben. Jij bent op zoek naar een baan die het beste bij jou past. En daarvoor heb je informatie van hun nodig. Hebben zij informatie van jou nodig. En samen kun je bepalen of dat de beste matches op dat moment. En dan hoeft het dus ook minder erg te zijn op het moment dat dat dus niet is, omdat jij heel duidelijk weet wat het wel is. En ik denk dat dat hetgeen is wat we je graag willen meegeven. Blijf dicht bij jezelf. Daarin. Ja. Oké, hebben wij nog andere vragen, Celine, die jij had opgepikt? Of ik denk dat dit het wel redelijk was, hè? Ja, ik denk de hoofdvraag inderdaad wel. Nou, mochten er in ieder geval nog andere vragen zijn, weten jullie ons inmiddels ook wel te vinden, denk ik. Ja, en inderdaad, kijk naar de handout, wat wij voor je kunnen betekenen. Mocht je gewoon meer informatie willen, onze contactgegevens staan onderin. We gaan graag met je het gesprek aan. Vrijblijvend ook, hè. Het is echt niet zo dat er meteen de teller gaat tikken of zo bij dit soort dingen. Bij ons in ieder geval niet. Nee. Want wij, inderdaad, zoals je misschien hebt gemerkt, wij praten heel graag over dit onderwerp. Dus je kan ons hier altijd voor benaderen. En luister inderdaad de podcast. Ja, ik krijg toch wel terug dat ook werknemers of werkzoekenden dat interessant vinden om te luisteren. Dus wie weet helpt dat je ook nog op weg. Ja. Oké, dan denk ik dat we gaan afronden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het deelnemen hieraan. En ik hoop dus inderdaad dat je er wat aan hebt gehad. Dat we iets hebben kunnen meegeven. En wie weet kruisen onze paden nog op een ander moment. En ik wens je in ieder geval het allerbeste. En heel veel succes met het ontwikkelen van jouw talenten. Ja, mee eens. Dankjewel allemaal. En bedankt voor het luisteren. Doei. En succes nog. Ja, succes. Oké. Doei.